Want in Canada, net zoals de meeste andere westerse landen, neemt de reputatie van China snel af. Dus die wil ja. ik laten zien. Ik laat, niet, maar laat me niet piepelen door de Chinese leider. Maar in ieder geval, die werd daarvoor uh, uh, tot de orde geroepen, uh, geschoffeerd, in het openbaar. Wat ik interessant vond, ja. mensen het heel gescript hoe ze naar buiten treden en wat maar, ze maar, zeggen, hoe die zich opst. Het was zo. Het was, ja, het vernederend was, ook. Ja, twee drie dingen van. Uh, echt. Ja, dat ga je niet nog erom en dus ja. niet netjes. En toen hij, dat vond ik het interessantste, toen Trudeau zijn antwoord formuleerde... ...van nou bij ons geloven ja. in open uitwisseling en het constructief, maar het moet wel openbaar en eerlijk zijn... ...toen begon die vertaler zijn de opmerking van Trudeau in het Chinees te vertalen... ...en dat wachtte hij niet eens af, hij liep al weg. Ja. 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 Dus het verschil in, ja. en dat heb ik in China ook wel eens meegemaakt... Ja, gemaakt. hij zei maar ik, nou we zullen het toch eerst over de, eens over de condities moeten hebben... Ja.